Herman Krebbers, dames en heren, was de gast in het miniatuurtje van Sonja van Proosdij. En dat was dan een slot in majeur van het AVRO zondagmiddagprogramma. Morgen zijn we de hele dag op Hilversum 3. Nog een prettige zondag allemaal, wenst u Henk van den Berg, AVRO Hilversum 1. Twee uur, radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. Het CDA Tweede Kamerlid Scholten vindt dat premier Van Agt steeds meer gaat optreden als een splijtswam binnen het CDA. Zijn populariteit trekt veel kiezers aan, maar veel principiële mensen die een evangelische politiek willen, gaan weg. De heer Scholten, die voor de Icon Radio sprak, wees op het feit dat mensen als Goudswaard en Van Meijenveld en veel anderen de fusie van ARP, CHU en KVP afwijzen. Dat heeft volgens hem veel te maken met de heer Van Agt. Dat de premier dikwijls weigert behoorlijk rekening te houden met wat de Tweede Kamer wil, is iets dat de Kamer niet blijvend hoeft te accepteren, aldus de heer Scholten. Het is niet onmogelijk dat het wetsontwerp over een abortuswetgeving nog voor Prinsjesdag in de Tweede Kamer kan worden behandeld. Minister De Ruiter van Justitie heeft gezegd dat de verschillen in opvattingen over het onderwerp tussen het CDA en de VVD niet zo groot zijn. Ze zijn beslist overbrugbaar, aldus de minister. President Sadat van Egypte heeft na een bezoek aan de verdreven Shah van Iran in een ziekenhuis in Cairo gezegd dat het met de patiënt veel beter gaat. Sadat was uit Alexandrië naar de hoofdstad teruggegaan omdat de toestand van de ex-Shah erg slecht was. Vrijdag is de Shah in het hospitaal opgenomen. In Cambodja zijn twee Amerikanen, een Fransman en een Brit, door Vietnamese troepen vrijgelaten. Ze waren donderdag in het grensgebied met Thailand gevangen genomen toen ze in een verlaten kamp aan het zoeken waren naar gewonde Cambodjaanse vluchtelingen. De Fransman en de Brit werken bij het Rode Kruis, de twee Amerikanen zijn fotografen. De vier zijn vanochtend bij de grensplaats Poy Phet in vrijheid gesteld en teruggestuurd naar Thailand. De weersverwachting tot morgenavond: wisselend bewolkt en enkele buien. Middagtemperatuur omstreeks 16 graden. Een waarschuwing voor de scheepvaart. Districten IJmuiden, Texel, Rottum en IJsselmeer, Noordwest 6. Overige districten geen waarschuwing. Dit was het nieuws. NOS Radio, Hilversum 1. Radio Tour de France, tot 6 uur. Muziek en rechtstreekse reportageflitsen van de Ronde van Frankrijk. Verslaggevers Heinze Bakker, Evert ten Apel en Theo Komen. Radio Tour de France, een NOS-productie gepresenteerd door Koos Postema, Fred Franke en Klaas Samplonius. Goedemiddag allemaal, u bent weer welkom bij dit programma. De renners in de Tour zijn alweer zo'n 4 uur bezig aan een pittige rit die van Metz naar Luik loopt over een afstand van 258 kilometer. 7 kolletjes van de derde en de vierde categorie zijn er ook nog te nemen, dus alle ingrediënten voor een boeiende etappe zijn, dacht ik, aanwezig. Of dat zo is, dat gaan we verderop in dit programma beluisteren. Wat doen we verder? Softbal, Nederland-Canada vanuit Haarlem. In Zandvoort wordt geraced, autosport dus. Meer autosport vanuit Le Castellet in Frankrijk om de grote prijs van Frankrijk in de Formule 1-klasse. Paardensport vanaf Wassenaar, de renbaan Duindicht. Het supertrio daar en de grote prijs der Lage Landen. En in Amsterdam wordt geroeid de wedstrijden daar om de Koninklijke Hollands Beker. Muziek hebben we ook. De eerste plaat komt van de Poppies. Ici Radio Tour de France, le spectacle du NOS. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré.